Wasbaar uit Gent is de topstarter van de maand in het gelijknamige programma van 1. In Topstarter bewijzen jonge ondernemers dat ze hun zaak draaiende kunnen houden. Wasbaar is geen doorsnee wasseretten. Oprichters Juri en Dries geven hun eigen invulling aan het concept kleren wassen. Wasbaar is een combinatie van enerzijds het wasgedeelte, dus eigenlijk een beetje een wassalon, gecombineerd met horeca. Dus hier kun je terwijl je was inzet iets drinken, iets eten, je haar laten knippen en op het gemak zitten. De jonge eigenaars proberen hun klanten op verschillende manieren te lokken. En daar is goed over nagedacht. We hebben op voorhand 1,5 jaar gedacht over het concept, hoe we het gingen aanpakken, wat we gingen doen. Zowel qua dranken aanbod als qua aanbod qua evenementen en dergelijke. Dus ik denk dat dat een grote reden is waarom dat we toch wel aan het slagen zijn in hetgeen dat we bedoeld hadden. Omdat we gewoon onze ogen open houden en niet denken dat alles al perfect is. Wasbaar gaat ook samenwerken met het cultuurplatform van Urgent FM, Tumult FM. Zo hopen ze nog meer jongeren naar hun moderne wasseretten te lokken. Morgen komt Tumult FM naar hier. We zijn een deel van de avond, dus hier komt iemand zijn foto's tentoonstellen en er is ook een optreden. Want Tumult FM is natuurlijk van Urgent FM, dus de jongere radiozender hier uit Gent. Dus dat zal wel vooral een jong publiek zijn dat we daarmee gaan aantrekken. En dat ook een keer, de mensen die er nog niet geraakt zijn, gaan nu ook eigenlijk een keer onze spot zien. Er zijn al heel wat jongeren die de weg naar de wasbaar gevonden hebben. Zij hebben verschillende redenen om naar het eigentijdse wassalon te komen. Maar de wasmachines behoren vaak niet tot hun eerste reden. Omdat ik super grote fan ben van de cappuccino wasbaar. En dat is een koffie met dan daarop van die marshmallows. Dat is super lekker. Ik vind het wel een vrij schoon interieur. Vrij gezellig. De quiche vind ik hier heel lekker. Zeker voor tijdens de pauze van de scholen te komen eten. En de diervriendelijkheid. Ja, het is echt wel mijn ding hier gewoon. Ja. Zo wordt er wel veel over gepraat, over de wasbaar. De uitbaters zijn heel grappig. Dat is eigenlijk wel het toffe eraan, dat ze sociaal zijn naar de klanten toe. In Gent loopt alles gesmeerd voor wasbaar. Het succes is zelfs zo groot dat uitbreiding niet langer een droom is. Wij zijn nu volop aan het zoeken naar een pand in Leuven en een pand in Antwerpen. We willen zo rap mogelijk doorstarten. Het is natuurlijk wel voor ons heel belangrijk dat wij een goede locatie hebben, want wij moeten niet ergens in een shoppingstraat gaan kruipen, want daar woont niemand, heeft niemand geen was. We moeten ook niet op de buitenkant gaan kruipen waar alleen mensen wonen, want dan hebben we niemand die binnenspringt voor een koffie. Daarnaast zijn we ook nu ons franchise-verhaal aan het opstarten, want wij krijgen een aanvraag in het buitenland van mensen die voor ons wasbaar willen opstarten in het buitenland. Dus ook dat verhaal zijn we nu in gang aan het steken, dus we weten wat gedaan. Ja.